Particuliere houtproducenten die zonder toestemming van de overheid aan de slag zijn gegaan in verschillende delen van het binnenland, krijgen voor deze keer geen boete. Dit besluit is gisteren genomen tijdens een spoedvergadering van minister Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, toppers van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, en districtscommissaris van Brokopondo, Frederik Venisi. De bijeenkomst is belegd nadat de houtproducenten bij de burgervader hebben geklaagd over hun houtblokken die de afgelopen weken in beslag zijn genomen door SBB. De ondernemers hadden moeite met het optreden van de autoriteit, omdat naar hun zeggen de SBB geen rekening hield met de onkosten die zij hebben gemaakt. Tijdens een bijeenkomst op Ananistrand gisteren heeft de groep Venisi verzocht te bemiddelen in deze kwestie. De DC kan zich deels wel terugvinden in de standpunten van de houtproducenten. Want de matagi, ik kapa odo, na domein, je taksa na domein. Titel no dan nog grom, op die stem rokopono, nog boven Suriname, nog matawahi. Na domein wil je na domein opoti, mijn verstaat al dat. Als titel ben daar een grom, daar ben je wat razan. Maar na domein wil je. We so did also in Bojana Benaland, Brokopondo, still mayor, Bobo Suriname, Matawai. In a Malin morning, on our title. And they asked our Udo Concessi. They walked like a two driari. And they were like a one terrorist crash cruise, terrified part. Venisi zegt verder dat de houtproducenten uit het binnenland stiefmoederlijk worden behandeld wanneer ze een concessie aanvragen. Hij wil zich daarom sterk maken om daarin verandering te brengen. Maar morgen verwang, tak Masra Masai, Masra Adjago, Masra Wewe, ego zoek een concessie 4000 hectare. Maar aan een machine. Een askeder, een aanloader, dat noem ik vinding. Maar, dit is een voorbeeld. Jan Tifa, kosuka sem concessie, hij vindt binnen een seconde. Omdat je no abiskeder. Maar los voor dat, ik heb een aantal concessie aanvraag dat SBB, gemeenschap bos, als ik aan Godoro. Sans de fodiari, driari, feiviari, sans op zat per slot van rekening. Kio fala, ono ya wat je pinaai, pa yo sorbi vrong ai ching. In oango tiris, ma in oango food de srotoi. Dana, busi e libi. En omdat a busi e libi, a uro de na busi, da yo mek kabrai kwea. Districtscommissaris Frederik Venisi gisteren tijdens een bijeenkomst van houtproducenten op Ananistrand in Brokopondo. De ondernemers waren ontevreden omdat SBB hun houtblokken in beslag had genomen. De plooien zijn volgens de burgervader gladgestreken na het overleg van gisteren tussen SBB, RGB en zijn persoon.